Ja, en het zit in Utrecht, inderdaad. Leuk tijdens een gloednieuwe video. Vandaag gaan we naar Bunnik, Baarn, Rotterdam om heel veel oude treinen te spotten. Dat doe ik met 4 anderen, het wordt een drukke boel. Veel kijkplezier. Ga lullen! Oké, we gaan nu dus met een ICM door Sportpark. Dat is normaal een alleen een sprinter traject. Ja, hier kan dat blijkbaar. Dat is mijn school trouwens. Haha, leuk. Ja, een ICM op spoor 4 inderdaad. Aangekomen in Utrecht Centraal. Nou, dit wordt onze trein tot aan Bunnik. Een SLT! Nu gaan we weer met de trein naar Baarn toe om de Mat 54 nog een keer te spotten. Nou, we zijn net in Bunnik in de trein gestapt weer en nu zijn we weer in Utrecht. Nou, we zijn net vertrokken uit Utrecht, nu op de sprint naar Baarn. Op Utrecht mogen we nog even in de kabel kijken, de cabine van de Mat 64. Dat is natuurlijk wel vet, daar heb ik natuurlijk nog een special over gemaakt. Die foto van de cabine zou ik hier neerzetten. We zijn op een gegeven moment op Baarn gaan we weer een hondenkop spotten en dan gaan we naar Dordrecht voor Dordrecht in Stoom. Aangekomen in Baarn.
Nou, we gaan dus nu met de trein naar Hilversum en dan naar Schiphol. Oh jee, SNG. Nou, weer in Hilversum met een baarn ingestapt. Nu gaan we dus naar Schiphol, zoals ik eerder had verteld. Hey! Schiphol! Ja, en we zijn nu op Schiphol. En wat ga je op Schiphol doen? Inderdaad vliegen. Maar wij lekker niet, ha! Niet in mijn roltrappen, alsjeblieft. Zullen we dan ook naar rollen even omdraaien? Niet de koers rollen. We gaan nu dus met de Intercity direct. Als dat maar goed gaat. Stop! Nee. Deze trein gaan we naar Rotterdam Centraal. Aangekomen in Rotterdam Centraal. Aangekomen in Dordrecht. Bravo! Hoe? Achter je! Ja, die staat er dus op. Nu gaan we even de binnenstad in.
Nou, dat was het Dordrecht avontuur en de hele video ook van vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze video en like, abonneer, laat een leuke reactie achter en dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doei. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.